Welkom hier in de Paterskerk in Eindhoven bij het uitvaartcongres Zin in Uitvaart. Warme hand voor de manier waarop u dit soort dingen met elkaar begeleidt. Verbijstering altijd weer. Als iemand overlijdt, je weet het allemaal. En als het gebeurt, sta je eigenlijk altijd met je mond vol tanden. We zien dat steeds meer mensen verschillende achtergronden hebben, verschillende opvattingen hebben over wat een zinvol ritueel is. Wie zonder aandacht leeft, kan net zo goed niet leven. Goede wijn behoeft geen krans. Voor een goed functioneel ritueel is uitleg overbodig. En voor een slecht onbegrijpelijk ritueel komt uitleg te laat. Nabestaanden verwachten ook een zekere betrokkenheid van een uitvaartverzorger en zij verlangen naar een betekenisvol afscheid. Bij de jongere generatie uitvaartleiders, ook in de opleiding, al dat aspect van die zingeving veel meer meegenomen wordt. Iedere familie heeft een geheim. En dat geef je, ik noem het de pincode van de familie, dat geef je zomaar niet prijs. De zingeving gekoppeld is aan die materiële cultuur. Leuk spreken. En een prachtige muziek. Ik vond vooral de interactie tussen de na de pauze vond ik ontzettend boeiend. Het klopt aan alle kanten. Ik vond het inhoudelijk heel goed. Maar ik vind dat zo'n congres ook iets aan beleving moet doen. Dat je als je weggaat, dat je het idee hebt van ik was echt ergens. Ik heb echt iets meegemaakt. Dus de locatie in deze schitterende kerk en de muziek, het gospelkoor, Clean Pete. Als het goed is, gaan jullie allemaal naar huis met net iets meer vragen dan begin van de dag.